Hallo en welkom bij Wiskunde Uitleg met Peter Wanja. Vandaag gaan we kijken naar optimaliseren met behulp van de afgeleide en we gaan kijken naar lengte tussen grafieken. En ik ga gebruik maken van een examenopgave, Wiskunde B 2016 eerste tijdvak. Nou, optimaliseren, dus we gaan zoeken naar extreme waarden. We richten ons op de lengte, dus de afgeleide van de lengte gaan we gelijkstellen aan 0. Nou, pakken we even de examenopgave erbij, die ziet er als volgt uit. En ik wil dus tussen die twee cirkeltjes die ik heb aangegeven, wil ik dus bepalen wat de maximale lengte is. En je ziet al, x is gelijk aan p, is in de opgave meegenomen. Je ziet ook fx is een wortelfunctie en we hebben een lineaire formule. I is, en goed, je ziet het staan. Nou, we willen dus bepalen wat de lengte is en we kunnen er lang en breed over praten. Maar tussen die twee cirkels, als ik wil weten wat de lengte is, dan moet ik de bovenste min de onderste doen. En dat doe je eigenlijk altijd als je werkt met twee grafieken en je wil de maximale op de minimale lengte weer bepalen. Bovenste min de onderste. Dus wat ik daar heb neergezet, dat geldt altijd. En ja, het staat ook in de tekst eigenlijk. Oké, nou goed, ga ik dat even invullen. Dus je krijgt die wortel en ik krijg die rechte lijn. En maak nog niet de fout dat je daar geen haakjes omheen doet. Want je wil dat hele deel wil je negatief hebben. Even verwerken. En wat wil ik nu? Ik wil dus de afgeleide van de lengte wil ik gelijkstellen aan 0. Maar ja, goed, je ziet het al. Er staat een wortelfunctie in. En ja, om dat te differentiëren, dan schrijf ik hem toch liever een klein beetje anders. En ik schrijf hem liever zo. Want dan gaat het differentiëren gewoon veel en veel makkelijker. Je ziet een samengestelde functie. En als je niet meer weet hoe dat werkt, kijk dan even naar vorige filmpjes. Maar dat komt natuurlijk zometeen ook aan bod. Oké, nu gaan we differentiëren. Dus ik krijg een half maal en ik haal van de exponent haal ik eentje af. En ik moet niet vergeten te vermenigvuldigen met min 3. Dus ik heb eerst buitenom gedifferentieerd en dan vermenigvuldig ik met de afgeleide binnenin. En dan ga ik dat lineaire deel nog eventjes differentiëren en dan hou ik 7 vierde over. Nou goed, dit ga ik gelijkstellen aan 0. Alleen dit oplossen lijkt me ook niet zo heel handig. Ik zie een negatieve macht. Dat kunnen we best wel eventjes een klein beetje anders schrijven. Laat ik eerst even een half keer min 3 doen. Dus dan krijg ik min 1,5. En dat ga ik vermenigvuldigen met, de macht is negatief. Dus ik schrijf hem in de noemer. En als de macht een half is, dan hebben we het dus over de wortel. Plus 7 vierde is gelijk aan 0. Nou ja, je voelt hem al aankomen. Die 7 vierde gaat naar de andere kant. En ik ga gelijk even tellen keer tellen en noemer keer noemer doen. En dan krijg ik het volgende. En ik zei al die 7 vierde naar rechts. Dat was hier natuurlijk negatief. Nou, kruislinks vermenigvuldigen. En dan krijg je het volgende. En je ziet daar de wortel staan. En ja, als je daarvan af wilt, ga dan eventjes lekker kwadrateren. En dan krijg je dus min 7 in het kwadraat, dat is dan 49. En als je de wortel in het kwadraat doet, dan krijg je gewoon min 3x plus 6. Nou, min 6 in het kwadraat is 36. Ik kies ervoor om de haakjes weg te werken, want als ik links en rechts deel door 49, ja, dan maak ik het mezelf een beetje moeilijk voor mijn gevoel, maar het kan natuurlijk prima. Je moet het eigenlijk natuurlijk ook zelf weten. Nou goed, en dit is een stukje balansmethode. Dat heb je natuurlijk ook heel vaak gehad. Ik breng 294 naar rechts. Dan wordt het min 294. En vanwege de ruimte deel ik het gelijk eventjes door min 147. En dan kom ik uit op 86 49ste. En voor deze vraag kreeg je, geloof ik, 6 punten. En volgens mij is dat makkelijk verdiend. Dit was optimaliseren met behulp van een afgeleide lengte tussen grafieken. Ik hoop je een volgende keer weer te zien. Dag!